Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn terug van de Chinees en iemand is very excited, want we gaan wandelen. Gaan we wandelen? Ja! Dan komt Anaïs ook mee wandelen. Ja? Kijk, oh, die kan niet wachten. Ja, we gaan, hè, we gaan. Wij zijn in de auto. En met wij bedoel ik... Ik en Milka, maar ik weet niet, ik denk niet dat je Milka ziet. Je hoort er wel. Ja! Oh, gaar. Oh, wil je er ook op? Die is kei excited, hè? Oh, ik heb eerst gezegd dat we gaan wandelen en dan was die in de auto gezet, dus ik had dat beter andersom gedaan. Ik had beter eerst die gewoon meegenomen, want we gaan wandelen in Beringenmijn. En zo, daar is zo'n nieuwe wandelroute aan het spoor. Het moet naar het schijnt heel mooi zijn. Dus we gaan daar wandelen, hè schat? Ja, hè? Maar nu is hij zo helemaal opgefokt, toch Garm? Kan er excitement niet bedwingen, hè? Hè? We zijn er bijna, hè? Het is gelukkig maar 5 minuutjes rijden. Anders dan was het helemaal crazy geworden, denk ik. Dus ja, mijn ouders wonen daar. En mijn zus gaat dan mee. En misschien mijn mama ook, dat weet ik niet. Maar dan gaan we fijn een uitje doen, hè Milka? We gaan fijn wandelen, hè, samen. Ik denk echt, die heeft dit weekend zoveel gewandeld. Die gaat echt zo KO zijn, denk ik, als Celine en Nick straks terugkomen. Want die komen deze avond terug. Ik ben ook wel blij dat ik terug eens even naar huis kan. Alleen niet per se naar huis, maar naar mijn katjes kan. Vind ik ook wel fijn. Maar ja, het was wel een heel tof weekend al. We hebben heel veel gewandeld, Milka en ik. We zijn echt elke dag 2 keer gaan wandelen. Alleen donderdag niet. Donderdag 1 keer en dan vrijdag, zaterdag. Vrijdag en zaterdag 2 keren telkens en vandaag ook wel maar 1 keer. We gaan nu, maar we plannen om een grote tour te doen. Dus fijn! En we zijn vertrokken, zalle. Ja. Ze is heel hevig, hè, Milka? En ze ruikt van alles. Oké, we zijn op het kolenspoor in Beringenmijn. Hier is het spoor. Daar kun je zo wandelen nu. Kijk, gezellig. Milka is having the time of her life, hè. Amai. Die is keihard aan het trekken. Ah nee, Milka. Oeh, nu blijft ze zo staan. Zijt je moe? Echt een super leuke dag om zo'n bos te wandelen. En de zon is zo op golden hour. Kijk, tof. Alleen denk ik dat Celine en Nick Milka morgen nog eens mogen wassen. Want ja, die vindt dat kei fijn, zo'n bos. Maar die slalomt echt van links naar rechts. Dus die let niet op modder en plassen, hè. Hier is de Tarzanberg, daar speelde ik vroeger, en Celine trouwens, altijd bij de scouts op deze berg. Onze scoutslokalen liggen hierachter.
En vroeger leek dat echt immens, want dan liepen we daar af en daar op. Toen leek dat zo scary en nu stelt dat niks meer voor, hè? Anishwara. Ik ben moe. We hebben een goede wandeling gedaan, toch? Dikke 2 uren zeker gewandeld. Dus ja, het was wel fijn. Mooi daar ook om daar te gaan wandelen. Echt mooi. En Wilke was ook wel echt uitgeput. Hey! Oké, je ziet ze echt niet. Ik ga eens proberen wat lichter te zetten. Ik weet niet als je ze dan gaat zien. Oké, je ziet ze gewoon niet. Nu zijn we bijna terug bij Celine en Nick thuis. En ik weet niet wat ik dan nog ga doen. Sowieso wat opruimen en zo. Een beetje tv kijken, denk ik. Maar rond 1 uur of 8 ga ik vertrekken naar huis. En dan... Dat weet ik het niet. Zal jullie wel zien. Ik voel mij kei sad dat ik Milka ga achterlaten. Hè. Ik vind dat echt erg. Hè? Gaat je mij missen? Gaat jij mij missen? Oeh, zeg, niet in mijn neus bijten, hè, zotteke. Ik ga u wel missen. Hallo. Hallo. Ik ga u wel missen, hoor. Maar morgen zie ik u alweer. Want morgen is het natuurlijk maandag. Allee, wacht. Ja, deze vlog komt woensdag online, maar nu is het eigenlijk zondag. Dus morgen is het maandag. En dan zie ik Milka al terug, hè. Back. Back. Kom. Kom. Kom maar. Zeg je tegen de vlog. Dag! Ik hoop dat ze het leuk vond. 4 dagen met Tanti. Maar nu... Oei, mijn broek staat trouwens open. Ik had een beetje buikpijn, dus ik had mijn broek opengezet. Milka, wat zeg je tegen iedereen op mijn YouTube-kanaal? Dag! Tot volgende keer! Die laat zich echt hangen alsof die dood is of zo, hè.
Oké, ik ga die wegleggen in de berging en dan ga ik naar huis. Hey! Dag schatties! Oh. Hebben jullie mij gemist? Hè? Huh? Heb jij mij gemist? Muf? Milky. Milky wants the attention. Schatties! Oei, waarom doet je mond zo open? Oh, ik heb jullie gemist, zeg. Ja. Ik ben terug thuis. Oh, kei fijn om mijn katjes terug te zien. En ondertussen heb ik ondertussen een soep gegeten, gemonteerd. Wordt nieuw. En nu ga ik een bad. Keigoed gedoucht, wou ik zeggen, maar gebaderd. Maar nu zie ik er zo bit uit terug ineens. Ja, maakt niet uit. En nu heb ik mijn dikke pyjama aan, even. Omdat het hier zo koud is, want we hebben nog steeds geen mazoet in gedaan. Maar ja, ik was hier toch niet en Geert is hier ook, denk ik, niet veel. Ik weet het niet. Maar ik heb mij net trouwens ingesmeerd met de Body Shop. Ja, waar is dat eigenlijk? Zelfs pompoen. Ik ga kijken. Ah, vanille en pompoen body butter. Die ruikt echt keigoed. Ik had eerst deze. Santa's favorite. Maar dat is de Frosted Berries. En die gebruikte ik eigenlijk nu. Omdat ik wel heel droge huid heb. En ik dacht, maar die is zo echt kerstig. Dus ik wil nog heel even wachten. Want die is bijna op, die rode. Dus nu heb ik de pompoen en vanille gebruikt. Die ruikt zo goed. Doet mij op een of andere manier, en dat is misschien heel raar, maar op een of andere manier doet die mij aan frangipan denken. Zo'n beetje. Of iets van bij de bakker. Ja, Fransje pannetjes. Oké, dat klinkt heel raar, want wie wil nu naar Fransje pan ruiken? Maar het is vooral vanille en zo pompoen spice geur. Maar het, ja, toen ik het dan smeren was, deed het mij aan Fransje pannen denken. Oké, trouwens, als er kattenmensen zijn die mij tips kunnen geven. Muffin drinkt hele tijd uit het toilet de laatste tijd. Die deed dat echt nooit. En nu, sinds een dikke maand, denk ik, drinkt hij uit het toilet. En die krijgt altijd vers water, elke dag. Dus daar ligt het niet aan. En toch drinkt hij in het toilet. Als iemand weet hoe dat komt, of een tip kan geven dat hij dat niet meer doet, let me know in the comments. Wat dan? Wat je erbij? Jij wel! Er weegt wat minder als Milka, zal hè? Jullie wegen wat minder als Milka. Oei. Zit je niet goed zo? Zo? Oh, schatjes. Oké, ik ga slapen nu. Dus ik ga hier de... Oei. Er is een haar op de lens. Ik weet niet of jullie dat zien. Oei. Help. Oké. Waar was ik? Ja, dus ik ga slapen. Ik ga hier dan ook de vlog afsluiten. En de volgende vlog die jullie zien is... Normaal gezien Vlogmas, de eerste Vlogmas vlog. Het is nu zondag, maar deze komt woensdag online. Dus ja, donderdag is het denk ik al Vlogmas. Woehoe, kijk fijn. Dus vanaf donderdag zien jullie mij elke dag van 1 december tot 25 december met een vlog. Dus ja, spannend. Ik hoop dat ik dat ga kunnen, zo elke dag vloggen. Maar het zal wel lukken.
Slaap wel iedereen. Doe zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie in de volgende vlog weer in Vlogmas. Dag!